Everybody's got a purpose on this rock, and yours just happens to be being the goddamn best! And kick some major ass. You race your way to the top, and you emerge victorious and take the gravy too. Rage 2, hij is verschenen. Ik was persoonlijk groot fan van de eerste Rage. En in het tweede deel hebben we id Software, die we kennen van Doom, gebundeld met Avalanche Studio, die we kennen van Mad Max en Just Cause. En die hebben samen een soort open wereld shooter gemaakt die Rage 2 heet. Post-apocalyptisch, allemaal gekke mensen. Tenminste, dat is hoe ze het in de markt hier naar buiten brengen. Tom is mee aan de slag geweest. En wat neem ons even mee in de wereld van Rage 2. Wat gaan we doen? We worden een amateur ranger. Dus je speelt Walker en dat is dan de man of vrouw. Dat mag je zelf kiezen. Dat is heel vaak zo bij Bethesda titels. Dat is mooi. En je stapt in een wereld die meteen overvallen wordt door die Authority. Want die is terug. En je dacht dat ze uitgeroeid waren, maar hier zijn ze weer. En de vijand is nu een guy die alleen nog maar een hoofd is en een cyborg lichaam. En hij neukt de hele wasteland plat. En dat is waar je instapt. En basically, jij bent geen ranger, maar je vindt iemands armor en trekt het aan. En hebt op dat moment een soort van toegang tot een speciaal arsenaal aan wapens. En een speciaal arsenaal aan een soort van superkrachten, zou je kunnen zeggen. Oké, grappig. En het is mijn post-apocalyptisch. Dus de wereld is vergaan. En er zijn allemaal gangs, zijn er. Er zijn mutanten. Er zijn allerlei gekke dingen in die wereld. Ja, en arcs, dat waren een soort van de vaults waar mensen in bleven om te overleven. En dat is nou ja, er wordt eigenlijk niet eens zozeer dat geïnsinueerd. Volgens mij kwamen de arcs juist uit de ruimte. Ja, maar die werden in de ruimte gestuurd toch door de bom. Ja, om dan later weer terug te komen. En ze zijn er nu en daarin vind je dus ook gewoon verspreid over de wereld. Dus je wapens en zo. Die komen dus uit space, maar ze zijn dus inderdaad een soort van vault-achtig. Open wereld, ik wil graag drie dingen bij behandelen. Open wereld, ja. Schieten en rijden. Ja. Open wereld, want in jouw preview zeg je, of in jouw review zeg je dat je daar een beetje, dat je het een beetje lastig vindt om daar heel erg hyped voor te zijn, omdat het best wel generiek is. Ja, het is eigenlijk als je gaat bedenken, dit is een shooter in de open wereld, dan denk je waarschijnlijk heel snel aan Far Cry. Dat is het ook heel erg. Het is heel erg het Far Cry syndroom van, oké, je hebt je eigen set aan wapens en je hebt de skill tree waar je in kan gaan en je hebt de grote open wereld waarin alles kan gebeuren. Maar dat is dan natuurlijk het marketingpraatje. Wat er vooral in gebeurt is een beetje busy work. Het is heel veel van dezelfde soort objectives. Ruim een bandietenkamp op. Hier is één grote eindbaas die je moet verslaan. Weet je, één grote mutantenbaas. Hier moet je een konvooi uitschakelen of zo. Hier is een toren die heel sterk is en die moet je neerschieten. Wat echt super saaie objective is. Maar daar niet van. Het zijn een aantal dingetjes en die doe je over en over verspreid over de wereld. En daar krijg je allerlei verschillende valuta van en allerlei verschillende currency. En standing in bepaalde skill trees. En zo proberen ze je een beetje aan het handje te nemen om de hele wereld te verkennen en om verder te komen in het verhaal. En wat level je dan allemaal? Ja, je levelt. Er zijn een soort van. Wat ook je health is ook de currency, maar er zijn ook dollars, die krijg je ervan. Je kunt dan bepaalde crafting elementen krijgen om wapens mee te craften, of in ieder geval een beetje extra granaten of health packs of whatever mee te craften. Maar ook allerlei verschillende soorten currencies die je nodig hebt in skill trees van je wapens, van projecten waar je mee bezig bent, van jezelf, van Dus levelt zelf ook? Je kunt, er is een skill tree voor jouw abilities, er is een skill tree voor projecten die soms jou betrekken en soms meer over de wereld zelf gaan. Er zijn allerlei verschillende dingen om te levelen. Het zijn een heleboel skill trees. Maar mijn punt er vooral bij was dat die skill trees helemaal niet zo heel interessant zijn. Dat je niet echt het incentive krijgt van wauw, deze stappen wil ik allemaal nemen. Het zijn vooral kleine bonussen van oh, je kunt iets hoger springen. Of, heb je een turret? Er is een turret drone die je op kan gooien. Dit is vet! Ja, dus dat is een soort van ding, dat gooi je in de lucht en dan gaat hij schieten. Ik kan niet levelen. Daar zit volgens mij wel wat level in, maar meer dat je ze sneller kan craften, geloof ik. Ja, er zijn een aantal skill trees waarvan ik denk van die zijn, voelen een beetje overbodig of zo. Dat is van dit had niet gehoeven. Er zijn heel veel, sowieso de minuutjes zien er niet enorm sexy uit. En ook hoe bepaalde dingen. Het zijn vooral PC's dan een ding. Dat zijn gemaakt zijn voor console. Dat had ik ook al. Ik was het aan het streamen en ik zei ook al: dit menu werkt prima met een controller. En de game werkt sowieso heel goed met een controller. Maar met de keyboard combinaties voelt het ook al soms wat minder fraai. Omdat er gewoon. De game is zo gemapt dat je soms niet meer met je vingers uitkomt. Dus dat moet je sowieso even tweaken. Of gewoon met een controller spelen, wat prima werkt, want dit zijn ook de gasten van Doom en Wolfenstein en dat werkt ook prima op de controller. Ja, want dan komen we naar het vetste van de game, en dat is natuurlijk het schieten. Ja. Want dan komen we naar de makers van Doom en dat betekent Blood and Gore. Blood and Gore, dat hebben ze allebei dat meegenomen. Het is iets minder bruut dan een Doom, heb ik het idee. Misschien ook iets minder bruut dan een Wolfenstein, omdat het een soort van zany setting is. Weet je, het zijn allemaal gekkies en allemaal gekke kleuren. Maar het schiet enorm lekker. Echt oprecht. Er zit een soort van snappiness in alle wapens en er zijn echt een aantal combo's die je kan poelen dat het gewoon echt super ruig is. Gewoon
een force push die je dan tegen iemand doet, zodat al zijn armor eraf blaast en dan met een shotgun dan knal je hem vervolgens in zijn maag, valt hij achterover in een ravijn en ondertussen ben je ook nog zijn buddies af aan het fikken met een ander wapen en een zwart gat aan het trekken om vervolgens op neer te slaan met je eigen superkrachten. Als je dat soort combo's maakt, dan heb je zoiets van, oh hell yeah, dit is een beetje die Doom vibe, weet je wel. Ja. Dus er zijn een heleboel gevechten in de game die wat langer zijn en ook wat verticaler, dus dat er echt heel veel technische en dynamische dingen in gebeuren. Maar er zijn ook vrij veel gevechten waarbij je dan toevallig, weet je wel, oh, ik heb ze neergeschoten, de objective hier is klaar, doei. Ja, maar wacht, je hebt ook nog je wingstick, dat was uniek voor Rage 1, dat je mensen kan onthoofden met een soort van boomerang. Ja. Ledematen die eraf vliegen? Dat sowieso, ja. Ledematen ga je wel zien vliegen. En er zijn wat aardige soort van lompe hoofdexplosie animaties. Nice. En sowieso de vijanden die je hebt, vooral de bandieten, hebben ook wel wat lachen animaties van hunzelf. Want als je goed oplet, dan zie je dat ze af en toe hun middelvinger naar je opsteken. En als ze een granaat gooien, dan gooi je ze hem eerst op. En met een baseballbat klappen ze hem dan richting jou. Vet! In de gevechten zitten duidelijk de hoogtepunten van Rage 2. Ja, en ik zag dat je ook als je down the side schiet, dat je andere mode krijgt dan als je zo schiet. Ja, bij de meeste wapens hebben een soort van alternate fire mode. Die best wel interessant is om een beetje mee te gaan experimenteren. Er is bijvoorbeeld ook de revolver die je dus eerst schiet je patronen in mensen. En vervolgens doe je een knip en steek je dat al die patronen die je geraakt hebt in de fik. Dat is dan zeg maar je alternate fire. En tegelijkertijd de shotgun, weet je, dat is gewoon een lompe shotgun zoals het hoort. Voelt heel goed. Maar on the sides is het meer een soort van Gauss rifle die iets preciezer is. En ook iets meer een soort van force stoot geeft. Dus in die zin zijn er heel veel wapens die wel iets interessants doen van hey, nu kan ik er iets anders mee. En dan al helemaal als je ze ook nog eens een keer in overdrive gebruikt. En dat is dus zeg maar als de LSD erin kikt en je echt een soort van superheld wordt even. Dan schiet alles zeg maar op de lijpste manier. Ja, dan wil ik toch nog even heel kort over het rijden. Want ook best wel een groot deel van de game zit in je buggies. En kan je verschillende buggies unlocken. Hoe rijdt het? Er zit ook een schietelement in. Ja, het is een beetje Mad Max-achtig in die zin. Ja. Ik bedoel, het zijn de makers van Mad Max natuurlijk. Maar het rijdt prima. Er zijn een aantal verschillende tanks en buggies en voertuigen en zelfs een soort van gyrocopterachtig ding. Maar de wereld, je rijdt er gewoon lekker doorheen en het rijden zelf werkt prima. En ook dat schieten on the move, dat werkt wel. Je doet het heel weinig eigenlijk, maar er zijn wel bepaalde missies waarin je dan even een convoy moet uitschakelen met verschillende krachten. Het is natuurlijk ook weer een skill tree voor die ene buggy die je zelf hebt. Dus daarin kun je ook weer allerlei gekke dingen aanpassen en zo. In die zin is dat leuk, maar persoonlijk vond ik het, je komt niks tegen als je rijdt. Ja, als jij van A naar B rijdt, van oh, ik moet daar naartoe voor mijn volgende missie of voor een collectible of whatever, weet je wel, als je ergens naartoe gaat, op de weg daar naartoe ga je niet zeg maar een soort van Red Dead Redemption-esque verhaal ineens ontdekken. Ah, Red Dead Redemption heeft zoveel verpest voor andere games. En ja, maar ook heel veel andere games hebben nog wel zeg maar iets interessants wat er omheen kan gebeuren. Ja, en dat is bij Rage 2 is het echt, weet je, dat soms zijn er wat omstanders die met elkaar aan het vechten zijn, maar ja, weet je, die kun je af gaan slachten, maar waarom? Beter rij je gewoon door naar een daadwerkelijk fatsoenlijk gevecht, weet je wel. Dus het rijdt prima. En ook de wereld ziet er vrij interessant uit. Er zijn heel veel toffe aangezichten die je in de wereld kan vinden. Maar ja, persoonlijk vind ik dat weer een minder stuk ten opzichte van gewoon de gunplay, die naar mijn idee veel sterker is. Cool. Je hebt de game een 7,5 gegeven. To sum up, schieten echt fucking bruut. Upgrades daar, of mutant krachten, fucking bruut. Ja. Alles in de close combat, fucking bruut. Het rijden is voldoende. Ja. De wereld is een beetje leeg. Ja, als je er niks om geeft, zeg maar, hoe diep die wereld gaat, of dat de gameplay af en toe een beetje hetzelfde is, dan heb je al heel veel content met Rage 2. Dat sowieso. Daarom ook 7,5. Wat er staat heel goed overeind. Ik vind alleen de verpakking een beetje, dat ik denk van, ah, hier had meer in gezeten. Weet je, dat is Rage 1. Ja, weet je, dus wederom zeg je van, sommige dingen goed, heel goed zelfs, sommige dingen, moi, er zit potentie in. Ik denk dat ook heel erg het uitgangspunt van Rage 1 was. En jammer genoeg met Rage 2 eigenlijk weer hetzelfde, maar nog steeds gewoon een goede game, als je daar omheen kan kijken. Dankjewel. Dankjewel ook jij voor het kijken. Nou, hier de review van Rage 2. Wil je echt alles weten over Rage 2? Check dan vooral gamesen.nl, ook de geschreven review, et cetera. Gameplayvideo's onderweg. En wil je fucking vette goodies winnen voor Rage 2? Dat kan ook. Link in de beschrijving. Toen ben ik heb namelijk een race gedaan in Twente, in buggies. En daar zit ook een vette prijsvraag aan vast. Check die content dus. En Tom, heel erg bedankt voor dat je de reviewer van dienst wilde zijn. Peter, bedankt voor het zijn van de interviewer van dienst. Hoe noemen we de andere persoon? Nee, dat is goed. Ja, toch wel, okay. En jij bedankt voor het kijken. Tot snel op gamesnet.nl.